aan de brug met ongelijke liggers. In de groep met onder meer Europees kampioen Henriette Onodi uit Hongarije en wereldbekerwinnares Lysenko uit Rusland. Het lot heeft bepaald dat Bex als eerste start. Ze heeft zich als 36e en laatste geplaatst voor deze finale. Er zijn dus 36 turnsters in de arena. Pirouette in de handstand. Huizenhoog, Tkachev, prima uitgevoerd. Een element van de hoogste moeilijkheidscategorie. Heel goed, die vrije heupdraai naar handstand. En dan nu op weg naar het slot. Een dubbel salto afsprong. Perfecte landing. Een uitstekend begin voor Elvira Bex uit Nijmegen. 9.625. Haar openingsscore. De eerste medaillekandidaat, Tatjana Gutsu uit de Sovjet-Unie. Dit jaar won zij de Eurocup finale in Brussel. Een 15-jarig meisje uit Odessa aan de Zwarte Zee. Openingsserie. Kijk eens aan, een dubbel salto gestrekt. Tatjana Gutsi had zich als derde geplaatst voor deze finale. Combinatie van gymnastische sprongen. En weer een acrobatische serie. Goed uitgevoerd. Dubbele pirouette. Heel fraai. Langzame gedeelte in haar choreografie. En dan nu naar de diagonaal voor haar laatste acrobatische sprongserie. Moeilijk slot. De Mugina-techniek. Gehoekt uitgevoerd. Dubbel salto met in de eerste salto een hele sloep. Een prima opening van Tatjana Gutsu. Score 9.912. En dan de Amerikaanse Kim Smeskal. Als 7e geplaatst voor deze finale. Gaat aanlopen voor sprong. Afstoot goed naastrekken. Heel klein nahupje in de landing. Zij was de eerste turnster en tot nu toe de enige turnster die in dit wereldkampioenschap een 10 heeft gescoord. En dat heeft ze op dit toestel gedaan. Vooral dat naastrekken is bijzonder. 9.925. Dat is haar score en ze mag nog een keer springen. En het hoogste totaal, dat telt voor de meerkamp. En die is beter. Jawel. Perfect geland. En haar coach Bela Karoli is daar zeer mee tevreden. Die zien we dat nogmaals. Let op dat naastrekken. Nu na die schroef. Bijzonder fraai. 9.962. Dat wordt haar score. En u ziet dat hier rechts onder in beeld. Een derde medaillekandidaat is Henriette Onodi uit Hongarije. 17 lentes jong. Begint met een pirouette naar de laagligger toe. Weer een pirouette in de handstand. Nu weer een pirouette naar de hoge ligger. Gingersalto. En wat gebeurt hier? Ze pakt om, maar ze had naar handstand moeten gaan. En dan doorzwaaien en dat lukt haar niet. Oh, dat is een grote fout. En catastrofaal voor Henriette Onodi. Maar wat duurt het lang voordat ze doorgaat? Ze maakt nog een tussenzwaai. Ze is helemaal de kluts kwijt. Volledig uit haar oefening. Nu gaat ze pas door. En daar komt de Jägersalto. Ja, dat zijn
Veel fouten op rij. Geweldig veel puntenaftrek. En Henriette Onodi wordt kansloos. Ondanks dit fraaie slot van haar oefening. Een hoge dubbele salto. Het mag niet meer baten. En haar gezicht spreekt boekdelen. 8.875. Uit China, Lili. Had zich als 13e geplaatst voor deze finale. Moeilijk begin. Dat was een soort Healy Quirl beweging, zoals de mannen laten zien aan de brug met gelijke liggers. Concentratie voor een acrobatische sprongserie. Perfect uitgevoerd. Twee salto's op rij. Pirouette. Let op wat er nu gaat gebeuren. Een flikplak uit parallel handstand. Ja, daar neemt ze erg veel risico mee. Maar ze voert dat perfect uit. En wat denkt u van deze pirouette? Bijzonder origineel. China is met een compleet verjongd nieuw team gekomen hier in Indianapolis en heeft veel succes. Bereikt in de landenwedstrijd de 4e plaats. Maar heeft zeker een goed team ter voorbereiding op de Olympische turnwedstrijden volgend jaar. De afsprong. Een dubbel salto. Oh, wat jammer nu. Die ene stap met een rechterbeen. Dat kost punten. En dat kost zeker 1/10 van een punt. Hier nogmaals een flikvlak vanuit parallelstand. Bijzonder origineel. Score 9.862. Uit Bulgarije staat nu klaar Sylvia Mitova. Zij opent haar wedstrijd op de vloer. En Sylvia Mitova kennen we, want ze was nog niet zo lang geleden in Nederland bij de vriendschappelijke interlandwedstrijd Nederland-Bulgarije. Sterke opening, dubbel salto gestrekt. Heeft een hele eigen stijl van bewegen die volledig past bij de gekozen muziek. Aan de Mugina techniek. Combinatie van gymnastische sprongen, dat is een samenstellingseis bij de meisjes op de vloer. En ze brengt haar oefening met veel overgave. Laatste acrobatische sprongserie. Ja, dat is verrassend, die salto voorwaarts, na die dubbel salto achterwaarts. Dat vereist de perfecte timing. Die dubbele pirouette, die was niet helemaal foutloos. Vandaar dat Sylvia Mitova opent met 9.887. Livinia Milosevici uit Roemenië start aan de brug met ongelijke liggers. Ze mislukte tijdens de landenwedstrijd. Dat was fataal voor het Roemeense ploeg. Want die verloren daardoor het zilver en kregen brons. Maar nu gaat het goed. Hoog tempo. Op nu haar tweede vluchtelement. Katsjef techniek. Op nu toe foutloos. Moeilijke afsprong. Oh, oh, even met het linkervoetje naar achteren. En dat is een fout die bestraft wordt met 1/10 van een punt.
Maar het was dan ook de enige fout. 9.900. Een sterke opening. Uit de Verenigde Staten van Amerika, Elisabeth Okino. De coaches, het echtpaar Marta en Bela Karoli, prepareren de brug. En Okino is van start gegaan. Reuzendraai voorwaarts, heel hoog, Jägersalto, goede combinatie naar de lage ligger. Lange turnster, relatief lang dan, 1,54 meter. En daardoor zeer elegant, ook aan de brug met ongelijke liggers. Fraaie afsprong, niet complex, maar wel esthetisch verantwoord. 9.900, dat wordt haar score. En dan kunnen we hier nogmaals die afsprong zien. Heel fraai. De tweede Chinese deelnemster is Yifang Li. Was als 15e geplaatst voor deze finale. Acrobatische sprongserie met lengteas draaien erin. En de bewegingen zijn goed getimed met de muziek. Probeert wat raffinement te brengen in haar voorstelling. Dubbele pirouette die niet helemaal in balans was. Slotserie. Dubbel salto, goed uitgevoerd. Yifang Li opent met een score van 9.862. Mirela Pasca bij het paardspringen. Als 9e geplaatst. Gaat uitvoeren de Yurchenko-techniek met hele groep. En een goede landing, zeer stabiel, iets te voeten te ver uit elkaar. Dat is een kleine technische fout. Vandaar 9.887. En dan nu. Naar de evenwichtsbalk toe. Naar titelverdedigster Svetlana Boginskaya uit de Sovjet-Unie. 2 jaar geleden in Stuttgart werd zij de meerkampkampioene van de wereld. En zij voert die titel nog steeds. En wil hem ook hier vandaag verdedigen. Moeilijke opening, die salto voorwaarts met spagaatsprong. Svetlana Boginskaya wil proberen zich historisch te maken door 2 keer achtereenvolgens een wereldtitel te winnen. En dat is in de geschiedenis van de wereldtitelstrijd nog maar 2 keer een turnster gelukt. Het was in 1958 en 62 Larissa Latinina en in 70 en 74 Ludmila Tureseva. Beide turnsters uit de Sovjet-Unie. Is 18 jaar en woont in Minsk, Wit-Rusland. Auerbach salto. Ook even iets corrigeren, maar ze doet dat heel goed in de beweging. En dat is belangrijk bij het evenwichtsbalkturnen. Snelheid houden
Want met een hoog tempo kun je veel gemakkelijker je evenwicht handhaven. Concentratie voor de afsprong. Dubbel salto. Heel klein stapje met de rechtervoet. Vandaar ook geen 10. Maar ze scoort 9.912 en komt daarmee gelijk met Gutsu. Aan de brug. Wereldcup winnares Tatjana Lysenko uit de Sovjet-Unie. Moeilijke opening en zeer origineel met die pirouette in de achterzwaai. Hele hoge jegersalto. Geweldig hoog. Vorig jaar bij de wereldbeker versloeg ze Bokinskaya. Haar landgenoten dus. We kijken samen naar het tempo. En een super moeilijke afsprong, een dubbelsalto voorwaarts met halve schroef. En scoort 9.937, waarmee ze tweede wordt boven Bokinskaya. Uit Amerika, Shannon Miller. Als vierde geplaatst voor deze finale. Een 14-jarige turnster uit Edmond, Oklahoma. Mooie combinatie. Vrije overslag, heel fraai uitgevoerd. Concentratie voor een acrobatische sprongserie, flikvlak en 2 keer loopsalto en dan nog een flikvlak. 4 acrobatische elementen op rij en dat op een lengte van 5 meter. Want langer is de evenwichtsbalk niet. Dat is ook bijzonder fraai, die achterwaartse flikvlak tot parallel handstand en heel origineel. Daar krijgt ze dan ook bonus voor. De jury kan 2/10 punt bonus geven voor originaliteit. En zo is elke topturnster gedwongen om iets te bedenken, iets op te nemen in het programma wat een ander niet heeft. Het slot. Moeilijke afsprong, maar oh wee, 3 grote stappen na. Ja, en dat zijn dus eigenlijk 3 fouten, 3/10 punt aftrek. Ze zou dus niet hoger kunnen scoren dan 9.700, maar scoort toch 9.862. En daarmee komt ze goed weg. De jury is mild voor haar. Op de vloer, Christina Bontas, de beste Roemeense turnster. 16 jaar. En als tweede geplaatst voor deze finale. Opent. Met een dubbelgestrekte salto. Perfect uitgevoerd. Dit voorjaar was ze in Den Haag bij de Dutch Open en werd daar vierde. Acrobatische sprongserie, mooi een schroefsalto met aan het eind nog een dubbelsalto, originele combinatie. Ze heeft met haar muziekkeuze duidelijk rekening gehouden met het feit dat de wedstrijd plaatsvindt in Amerika. Het is ook Amerikaanse folkloristische muziek. En ze hoopt daarmee natuurlijk het Amerikaanse publiek hier te beminnen. Mugina, prima uitgevoerd, zeer moeilijk slot. En een ode aan Amerika. 9.937 en daarmee staat ze nu tweede in het klassement. Dan nu de stand van zaken na 1 toestelronde. Kim Smeskal, de Amerikaanse aan kop, gevolgd door de Roemeense Bontas samen met de Rusin Lysenko. Gutsu op een 4e plaats samen met Bokinskaya en 6e de Amerikaanse Okino.
tweede toestelronde. Chwang Suk Kim. Drie turven hoog uit Noord-Korea. Opent aan de brug met ongelijke liggers. En doet dat bijzonder spectaculair. Kijk eens aan, met deze counterbeweging een bijzonder origineel en super moeilijk element. Maar ja, het meisje is kort, klein en kan in feite acrobatisch alles uitvoeren. Zie hier, wat een combinatie. Ongelooflijk wat dit Noord-Koreaans meisje aan dit toestel allemaal kan uitvoeren. Dan nu naar de afsprong. Hoge dubbelsalto gehurkt. 9.962. Een ongelooflijk hoge score. Aan de balk. Levinia Milosovici uit Roemenië. Staat op een zesde plek, gedeeld met de Amerikaanse Okino. Oh, en daar is ze duidelijk uit balans na die aangesprongen korboetplikplak. Ja, en dat kost haar natuurlijk punten. Nu een acrobatische sprongserie. Ook hier is ze uit balans. Tweede fout. En dat betekent in totaal al een aftrek van 0.200. Een combinatie van gymnastiek en acrobatiek. En het wordt een dubbel salto gehurkt, maar ook daar een nahup, dat zijn drie foutjes op rij. Drie keer een tiende punt aftrek en dat brengt haar score op 9.700. Sylvia Mitova uit Bulgarije staat achtste nu, samen met de Roemeense Mirela Pasca. Bij het paard springen en gaat uitvoeren de Yurchenko-techniek, dus achterwaarts naar het paard, met in de tweede vluchtfase een hele pirouette. De sprong die zo populair is op dit moment bij alle turnsters. Goed geland, maar even de benen uit elkaar in de eerste fase. Dat levert aftrek op. En let ons op die tweede vluchtfase. Daar strekt ze niet echt na, zoals de Amerikaanse deed. Ze blijft wat gehoekt. En dat is ook dus niet echt op zijn fraaist. Vandaar 9.812. Balk, Elisabeth Okino. Stond zesde. Een 16-jarig meisje, wat geboren is in Oeganda, in Afrika, is opgegroeid in Roemenië, ze spreekt ook Roemeens, en sinds 2 jaar woonachtig is in Houston, Texas. De thuisbasis van coach Bela Karoli. Heel stabiel, heel zelfverzekerd. En let tijdens de uitvoering eens op haar beenspieren, die voortdurend een hoge tonus hebben. Want vanuit de beenspieren moet het evenwicht opgebouwd worden op de balk. Veel risico neemt ze met deze dubbele pirouette. Ze is de enige turnster die dit laat zien in deze wedstrijd. En kijk eens aan. Dat zijn echt evenwicht kunststukjes die thuis horen op de evenwichtsballen. Afstroomcombinatie, een dubbel salto met een stap na. Ook dat is een tiende punt aftrek. Dus ze zou niet hoger kunnen komen dan 9.900.
Dat is duidelijk een fout die de jury moet bestraffen met 1/10 van een punt. En we zien dat nogmaals hier, die afsprongcombinatie met de landingscorrectie. Eerst nog die acrobatische sprongserie. Die vertreffelijke acrobatische serie, maar dan nu het slot. En let op de landing. Kijk, dat is reglementair 1/10 punt aftrek. Maar ze krijgt 9.912. De jury is bijzonder mild voor de Amerikaanse turnsters. Dat staat vast. De volgende turnster op balk is de Italiaanse kampioene Giulia Volpi. Met haar 21 jaar al de oudste deelnemster in deze finale. Dat was niet helemaal zuiver. En ook deze draaisprong is niet zuiver. Ze moet nu echt bewegingstempo gaan opvoeren. Zijwaartse salto, dat gaat goed. Maar er moet nu meer ritme komen in het geheel. Oh, weer uit balans. Ja, ze probeert dat steeds te corrigeren door stil te blijven staan. En dat is toch niet de weg die bewandeld moet worden. Bij de uitvoering van de oefening moet tempo en ritme aanwezig zijn om de oefening tot een succes te brengen. En ik denk dat zij tussen de twee oren de knop verkeerd heeft staan, dat ze bezig is met het voorkomen van fouten. En daardoor ingehouden turnt hier weer een fout. Goed balkturnen kan alleen maar bereikt worden door voluit er tegenaan te gaan, tempo en ritme op te schroeven, en dat doet Giulia Volpi nu niet. Afstroomcombinatie. Ook daar zou ze ingehouden de dubbelsalto uitvoeren en dus vallen. 9.125. Het tweede onderdeel voor Svetlana Bovinskaya is de vloer. Staat op dit moment vierde, maar met slechts 0,050 achterstand op nummer 1. Zeer geringe achterstand. Opent met de Mugina gehoekt. Haarzuiver. Van Svetlana Bovinskaya in de dansgedeelte van haar oefening. De artistieke waarde, daar worden ook de beste choreografen in de Sovjet-Unie voor aangetrokken om een oefening voor haar samen te stellen die aan alle eisen voldoet. Maar ook in de acrobatiek kan ze technisch bijzonder zuiver springen. Buiten slot. Dubbel salto gehoekt. Goed uitgevoerd. Een succesvol optreden van Svetlana Bovinskaya. Score 9.950. De concurrentie komt ook weer uit eigen land. Tatjana Lysenko. Wat een opening. Kijk eens aan. Drie salto's. Ja, en de eerste salto was vanaf de plank tot op de balk. Daarna volgden nog twee salto's op de balk. Ongelooflijk. Wat een combinatie. En laten we nog steeds wel bedenken, die balk die blijft maar 10 centimeter breed. Kijk aan, ze gaat nu op één hand staan. Linkerhand weg. Ook weer zo'n typisch element wat thuis hoort op evensballen. Maar wat een risico neemt Tatjana Lysenko.
Ik zei het al, ze was de winnares van de wereldbeker vorig jaar in Brussel. En ze turnt tot nu toe perfect. Foutloos. Gymnastische sprongen in rij, dat is een samenstellingseis. En dan nu de concentratie voor de afsprong. Maar wat gebeurt hier? Ze mist compleet met de rechtervoet de afzet op de evenwichtsbalk. Moest dus met één voet afzetten, kon daardoor onvoldoende rotatie maken en gaat lang uit. Kijk, let op die rechtervoet. Komt achter de balk, ja, en dan lukt dat niet meer. En dat is natuurlijk een grote fout. 9.412, weg medaillekansen. Medaillekansen zijn er nog wel voor Tatjana Gutsu. Zij staat op dit moment vierde. En voor de eerste sprong heeft ze al 9.775 laten noteren. We kijken naar haar tweede sprong. Super moeilijk, een dubbele pirouette in de tweede vluchtfase. Maar ze had wel even de benen iets uit elkaar in de steunfase op het paard. Let op de beenhouding. Iets uit elkaar, jawel. 9.875, dat wordt haar score. En dat zien we hier in beeld. Aanbrug. Kim Smeskal. De Amerikaanse die nog steeds aan kop staat. Opent met een gingersalto. Even de benen licht uit elkaar. Verbinding naar de lage ligger vond ik niet zo mooi, niet zo fraai. Katjefbeweging, uitstekend. En dan nu tempo maken voor de afsprong en het dubbel dubbelsalto gehoekt. Een uitstekende oefening. Ze krijgt 9.937 en daarmee komt ze heel goed weg. Naar mijn gevoel een te hoge score. Elvira Bex op haar tweede toestel, de evenwichtsbalk, opent gelijk zoals ook Bobinskaya deed. Met een salto voorwaarts en een gymnastische sprong. Dus moeilijk. Wisselspagaatsprong. Uitstekende acrobatische combinatie van de 15-jarige Nijmeegse. Die eigenlijk laat is begonnen met de turnsport. Pas op 9-jarige leeftijd. Dat heet dan later zijn. Maar in ieder geval schrikkelijk veel talent heeft. En daar ook hard aan gewerkt heeft. Met name in de eerste jaren onder leiding van haar clubcoach Pieter Schaafsma. Mooie combinatie van rollen en spagaatsprong. Ze heeft een goed ritme ook. Het gaat uitstekend. Even voelen of ze aan het eind is. Jawel, kan ze die 5 meter benutten voor haar afsprong. Arabier, dubbel salto. Oh, wat jammer nu. Ze gaat volledig onderuit. Was niet goed getimed voor de landing. Waarschijnlijk omdat ze zo hoog zat en zo snel draaide. Dat in feite de voeten al onder de door waren voor de landing. Ze had al veel eerder moeten openen. Dat kunnen we nogmaals zien. Hoog de lucht in. Goed doorgetrokken, maar te laat geopend. Een halve punt aftrek. 9.212. Wat jammer nu. Op de vloer, inmiddels de Australische Kili Shadbolt. Opend met de Mugina. Het Australische team heeft in de afgelopen 2 jaar een geweldige progressie geboekt. In Stuttgart werd het team nog 16e in het landenklassement en hier in Indianapolis 6e. Een ongelofelijke vooruitgang. En dat manifesteert zich ook in deze finale. Er hebben zich 3 Australische meisjes geplaatst
voor deze wedstrijd der 36 besten. Dubbel gehoopt. Chet Bolt is een turnster met veel uitstraling, werkt de oefening goed uit. Is dan ook met haar 18 jaar in ieder geval volwassen. En dat toont ze in haar beweging. Slotserie. Dubbel salto. Oh, iets te veel snelheid. Een mooie eindpose. 9.775, dat werd haar beloning. Aanbrug begint Mirela Paska. Staat na één onderdeel op een achtste plaats die ze moet delen met de Bulgaarse Mitova. Opent schitterend. Hoge Katsjev-techniek en dan mag de coach er even bij staan. Haar natuurlijk niet aanraken, maar het ter voorkoming van een blessure als ze er liggen zou missen. Een prachtige afsprong, een dubbel salto met hele schroef. Uitstekend en scoren 9.925. Ze handhaaft zich in de top. Bij het paard springen nu Christina Bontas. Tweede in het klassement op dit moment. Heel fraai, die strekbeweging in de tweede vluchtfase, maar ze had de been iets uit elkaar, vandaar 9.887. En dan nu naar Shannon Miller uit Amerika op de vloer. Staat tiende samen met de Chinese Lily. Kijk eens aan, wat een opening, wat een snelheid. Amerikaanse kampioenen en zij had zich ook geplaatst als beste Amerikaanse voor deze finale, als vierde dus. Maar dat is in ieder geval een plaats die ze op dit moment nog niet inneemt. Mugina, oh, daar had ze duidelijk te veel snelheid. Kijk eens aan, drie gymnastische sprongen, heel mooi. Heeft een hoog tempo van werken, hier een flikplak met een hele pirouette. En ook pupil van Marta en Bela Caroli, het succesvolle trainerzegpaar. Slot, dubbelhoekte salto, perfect uitgevoerd. Shannon Miller. 9.862. En dat betekent voor de tussenstand na een halve meerkamp. Kim Schmeskal blijft leiden. Bokinskaya stijgt naar een tweede plek ten koste van Bontas. Lysenko weg uit de top. Okino heeft stuivertje gewisseld met Kutsu. En Paska is tussen beiden gekomen. We heropenen de meerkamp. Met de derde toestelronde, we hebben nog een halve meerkamp te gaan, met de Roemeense Lavinia Milosovici. Staat nu op een tiende plaats, vanwege die foutjes die ze maakte bij de balk. Drie foutjes. Mooie combinatie van een anderhalve schroef, aan het eind weer anderhalve schroef en dan salto voorwaarts.
Wereldserie. Mugina techniek, perfect geland. Ja, en Milošević komt goed terug met 9.937. Een uitstekende score die haar zal doen stijgen in het klassement. Haar coach, Octavian Belu. Inmiddels de Amerikaanse Elizabeth Ochino. Zij staat dus op een gedeeld vierde plaats met de Roemeense Pasca. En slechts 1/10 van een punt afstand op Speskal. Die leidt. De marges in de top zijn uitermate klein. Open met dubbel gehoekt. Let op, een drievoudige pirouette. Zij was ook degene die een tweevoudige pirouette op de balk liet zien. Tempo salto en een salto met een dubbele draaiende lengtas. Ik vind dat zij een uitstekende muziekkeuze heeft gedaan, die past bij haar. En ook de choreografe heeft uitstekend werk afgeleverd. Slotserie. Dubbel salto. En slot. Een uitstekende prestatie van Elizabeth Ochino. 9.912, dat wordt haar score. En ze houdt dus haar medaillekansen. Sylvia Mitova uit Bulgarije moet aan brug gaan turnen. Staat 8e. Kijk eens aan, mooie combinatie, reuzendraai voorwaarts. En dan hier de Jägersalto. Hele pirouette, mooi, het tweede vluchtelement. Nou, dit vind ik niet zo mooi, deze combinatie naar de lage liggen. En nu snelheid maken voor de afsprong, een dubbel salto, de benen wel ver uit elkaar. Dat levert tegenwoordig puntenaftrek op, vandaar 9.850. Svetlana Boginskaya. Status tweede met 0,037 achterstand op Smeskal. Paard springen. Jurchenko techniek met hele schroef. Goed geland. Maar in de tweede zweeffase heeft ze niet de strekking die Smeskal heeft. Haar eerste sprong leverde op 9.950. Tweede sprong nu. Ook weer een uitstekende landing. 9.962 zelfs. En dat is een hoge score voor haar. Mirela Pasca, Roemenië. Samen met de Amerikaanse Ochino, het donkere meisje, op een vierde plaats. Kijk, opent met een combinatie die zij ongetwijfeld heeft afgekeken van Daniela Silivas, de Olympisch kampioen op de evenwichtsbalk. U herinnert zich waarschijnlijk nog die tweestrijd tussen de Russin Sushenova en de Roemeense Silivas 3 jaar geleden in Seoul. De combinatie van gymnastische sprongen moest daar iets corrigeren. Heeft wel een goed tempo in de oefening. Het ziet er fris uit. Wat beknepen pirouette. Auerbach salto. Perfect.
veel dynamiek in haar oefening. Concentratie voor de afsprong. Dubbel salto met een foutje bij de landing. 9.887. Bij het paardspringen Shannon Miller, de Amerikaanse. Ze staat zevende op dit moment. Yurchenko hele stroef, maar wat afgehoekt en een klein landingsfoutje. En toch 9.912. De inflatie heeft wat toegeslagen, met name bij de Amerikanen. Op de vloer, Tatjana Lysenko. Weg uit de top 12 door die volledig mislukte afsprong bij de evenwichtsbalk. Maar ze strijdt door. En ze is daar goed voor voorbereid, met name aan de rechterbeen behoorlijk wat verband. Ze ondervindt er geen zichtbare hinder van. Opent dus sterk met een dubbel salto. Ja, veel moeilijke acrobatiek. Maar toch veel minder uitstraling als Svetlana Boginskaya. Minder artistieke waarde. Tot slot de Mugina-techniek. Uitstekende oefening overigens. 9.937. En dat zal haar in ieder geval weer een klein beetje doen stijgen in het klassement. Maar geen medaillekansen. Christina Bontas, die is nog volledig in de race. Staat derde op dit moment. Gatschefbeweging. Slotfase van haar oefening. Eerst nog de Gingersalto. Halve draai, en dan nu nou weg naar de afsprong. Huizenhoge dubbelsalto, perfect tot stand. 9.912. Ook aan de brug, nu Tatjana Gutsu. Winnares van de Europa Cup. Staat zesde en heeft een achterstand van 0.212 op Smeskal. Wordt nu gecoacht door Alexander Alexandrov, die in 87 nog coach was van wereldkampioen Dimitri Bilotsjetsjev. Hij heeft dus nu de vrouwen verkozen boven de mannen. En Gutsu gaat foutloos verder. Hoge dubbelsalto, perfect geland. 9.937. Ze handhaaft zich in de top. En daar mag ze ook best tevreden mee zijn. Is zo. Op balk. Kim Smeskal. De Amerikaanse. Een beslissend moment. Nee, een cruciaal moment in deze wedstrijd. Kan ze de spanning aan. Ze gaat aan kop. Dit 15-jarige meisje uit Houston. Maar ze moet balk turnen. En kijk eens hoe ze dat doet. Ongelooflijk evenwichtselement. Die handstand. Als ze dit toestel goed doorkomt, heeft ze kans op de wereldtitel. Maar dan moet ze hier foutloos turnen. En de wil om te winnen is aanwezig. Dat spreekt uit haar bewegen op de e-busbalk. Ze twijfelt geen moment aan zichzelf.
wissels spagaatsprongen achter elkaar, een moeilijke combinatie. De Auerbach-salto. Oh, even met de rechterarm een extra zwaaitje. Nauwelijks een foutje te noemen, maar toch wel een balanscorrectie. Concentratie voor de afsprong. Dubbel salto en ze staat. Ongelooflijk. Een nagenoeg foutloze oefening van Kim Smeskal. De Amerikaanse die nu aan kop gaat. Blijdschap bij Marta Károly. En natuurlijk ook bij Bela Károly. Het echtpaar dat in Houston, Texas de scepter zwaait. En zo succesvol is. Nogmaals, de afsprongcombinatie heel hoog ingezet en foutloos geland. 9.962. Ze blijft eerste en ze behoudt haar voorsprong van 0.037 op Boginskaya. Henriette Onodi, de Hongaarse. Ze ging volledig de mist in aan de brug met ongelijke liggers. Speelt dus geen rol meer van betekenis en heeft geen enkele kans op een medaille. Maar is ze weer terug in de wedstrijd. Want morgen en overmorgen vinden de finales per toestel plaats. En ze moet zichzelf weer herwinnen. Haar zelfvertrouwen weer terugkrijgen. Lukt dat? Dat kunnen we nu gaan zien. Ja hoor, fantastische opening. Ze gebruikt natuurlijk nu de verdere gang van deze wedstrijd alleen maar als voorbereiding, als training voor de twee op één volgende finale dagen die nog moeten komen. Kijk eens aan, een perfecte drievoudige stroef. Werkelijk magnifiek. Dubbele stroef, onmiddellijk met die salto voorwaarts. Ach. Wat een acrobatisch vermogen heeft Henriette Onodi uit Budapest. En dan komt er nu nog een acrobatische serie. En het wordt boegje nagehoekt. Een ongelooflijk moeilijke oefening laat Henriette Onodi hier zien. En ze heeft er weer plezier in. 9.950, dat werd haar score. Aan de brug nu. Li Ying Shi uit China. Niet een meisje wat bij de top 12 zit, maar wel een bijzondere brugoefening heeft. Kijk eens aan. Ongelooflijk hoge jegersalto. Zo hoog heb ik het nog nooit gezien. En dan deze beweging, de Katchev. Wat een amplitude, wat een ruimte in de beweging. Een dubbel salto. Een lust om naar te kijken. Jammer van dat ene landingsfoutje. Vandaar ook geen 10, maar wel 9.900. En dan nu het derde toestel van Elvira Bex. Van de Hazekamp uit Nijmegen. Neemt haar beginpose in. Het ging helaas niet goed op de balk. Op de balk wel, maar niet vanaf de balk, heeft zich nu kunnen herstellen. Opent met Mugina. Gaat goed. Drie gymnastische sprongen op rij, daarmee voldoet ze aan de samenstellingseis. Ja, en met haar deelname hier aan deze finale heeft ze al tegelijk te pakken een uitnodiging van de internationale turnbond om deel te nemen aan de Olympische Zomerspelen volgend jaar. Dat zou dus snor zitten. Maar het Nederlands Olympisch Comité had beslist over uitzending. In ieder geval, de Wereldturnbond verwelkomt haar in Barcelona. En ze verdient het. Sinds 1976 hebben geen Nederlandse turnsters meer deelgenomen aan de Olympiade. Op weg naar de slotserie. Dubbel salto gehurkt, uitstekend uitgevoerd. Ja, Elvira Becks.
Op weg naar het slot nu. ...9.737, een uitstekende prestatie, waarin de choreografie met name nog verbeterd kan worden door daar eens een goede vakvrouw tegenaan te zetten. Wat betekent dat voor het klassement? Op de eerste drie plaatsen is niets gewijzigd. Gutsu is nu naast Okinau gekomen, ten koste van de Roemeense Pasca. Vierde en beslissende wedstrijdronde. We beginnen met Shannon Miller. Ze staat nu op dit moment zevende. Heeft 1/10 van een punt achterstand op de Roemeense Bontas. Bontas die derde staat. De Amerikaanse kampioene. Kingersalto. Gaat goed. Laat ook een tweede vluchtelement zien. En dan behoor je tot de absolute wereldklasse. Een hoge afsprong, dubbel salto met groef. Heel hoog uitgevoerd. Super moeilijk. Scoort 9.950. Maar is dat genoeg voor brons? Dat is de vraag. Die blijft nog open. Uit Duitsland, Annette Otempa. Geen medaillekandidaat. Maar wel een concurrente voor Elvira Becks. Zit dus in het tweede gedeelte van het klassement. Mooie verbinding naar de handstand. Het risico uitgevoerd. Even de benen krom. Bij de overgang van lage naar hoog liggen. En dan nu een afsprong. Na de pirouette in handstand. Een dubbelsalto gehurkt. Score 9.762. En zou daar uiteindelijk 32e mee worden van de 36 turnsters. Elvira Becks. Haar laatste toestel is het paardspringen. Ze staat na drie rondes op een 27e plaats. En ze gaat als eerste sprong uitvoeren de Yurchenko-techniek. Zonder lengteasdraai. Als ware een warming-up voor haar tweede sprong. Aanwijzingen van coach Gert-Jan Nieuwstad. Een bemoedigend tikje nog, want nu moet de schroef toegevoegd worden in die tweede vluchtfase. 9,477, dat is haar score voor de eerste sprong. Maar die had er ook maar een maximale waarde van 9,700. Nu gaat ze naar een 10 sprong toe. De jury mag dus bij haar volgende sprong vanaf 10 punten gaan aftrekken. Concentratie. Maximaal 25 meter aanloop. Elvira Becks. Op snelheid. Afstoot. Goede schroeftechniek. Een kleine landingscorrectie. En een score van 9.737. Een gelijk hoge score als bij haar vloeroptreden. En daarmee heeft Elvira Becks een uitstekende vierkant geturnd. Zich goed gemanifesteerd. Tatjana Gutsu. Staat gereed voor balk. Is nog steeds medaillekandidaat. Staat vierde. Met 1/10 punt achterstand op Bokinskaya. Wordt het goud, wordt het zilver of wordt het brons? Dat staat allemaal nog open. Kijk eens aan. Wat een durf, wat een moed, wat een risico. En nu komt een acrobatische sprongserie. Ja, van een flikvlak en twee keer een salto. Gymnastische sprongen. Groot van amplitude, van interne amplitude. En dan letten we op de beenspreiding. Die moet zo ruim mogelijk zijn. Zoals hier. Oh, kijk eens aan. Even uit balans na die korvoet flikvlak met hele pirouette. Een super moeilijk element. Maar wel een klein foutje. Wat een risico heeft Tatjana Gutsu tot nu toe genomen in haar oefening. Concentratie. Flikvlak, flikvlak, flikvlak en
Een dubbel salto met hele schroef, maar wel weer een landingsfout. Ja, een fout van 1/10 van een punt. En die 1/10 punt wordt niet afgetrokken. Ook de jury is mild voor haar. 9.912. In ieder geval boven Shannon Miller zal ze eindigen. Uit Roemenië. Lavinia Milosevic stond 9e. 2/10 punt achter Bontas, die 3e staat. Hoge sprong, goed nagestrekt. Prima. 9.937 wordt haar score. En blijft achter Miller. Dat wordt dus geen brons voor haar. Geen medaille. De Chinese Lili staat niet bij de top 12. Maar heeft wel een erg originele oefening. En die willen wij hier niet onthouden. Leuzendraai. Reuzendraai met halve draai. Kijk eens aan, een hoge katjefbeweging. En kijk aan wat er nu gebeurt. Steineman stemmen met rugwaarts overspreiden. Zeer origineel. Ze is de enige in de wereld die dat op dit moment laat zien. En een superhoge dubbele salto. Ze wordt dan ook gewaardeerd met 9.912. En wordt uiteindelijk 9e. Elisabeth Okino staat 4e. Maakt Jutsenko techniek. Heeft kans op brons, maar dan moet ze een 10 scoren. Althans, mogelijk kans op brons. Scoort nu 9.887. Bela Karoli, coacht haar. Laatste aanwijzingen. Hij wil meer. Hij is niet tevreden met het optreden van Elisabeth Okino. ...9.887 is de score voor de eerste sprong. Wat levert de coaching op van Bela Karoli? Prachtige aanloop, afstoot en staan. Ja, beter. Beter, want Bela Karoli, hij is tevreden. Dat wilde hij. Hoge afstoot, prima landing. 9.937, zegt het scorebord. Dus hoger als haar eerste sprong. Beslissende fase in de wedstrijd. Svetlana Boginskaya begint aan haar laatste onderdeel. Ze heeft een achterstand van 0.037 op Kim Smeskal, de Amerikaanse. Hoge Katsjev-beweging. Op weg naar de slotfase van haar oefening. Zolendraai tot handstand. Heel fijn. Hoge afsprongen, dubbel salto gehoekt. Perfect uitgevoerd, goede landing. Wat wordt de waardering? De jury moet gaan beslissen. De afsprong nogmaals. Eerst nog die zolendraai tot aan de handstand. Heel elegant uitgevoerd, goed van techniek en een perfecte landing. Svetlana Boginskaya, slaagt zij erin om haar wereldtitel met succes te verdedigen? Smeskal wordt even gestimuleerd. Boginskaya wil haar score weten. 9.912. Ja, dat is het. Maar is dat voldoende? Dat is de vraag. Smeskal moet dat gaan beslissen. En Bela coacht. De hele oefening wordt nog een keer doorgenomen. Mental rehearsal. Christina Bontas op de balk. Staat 3e. Heeft een 10 nodig om gelijk te komen met Boginskaya. Nou, een 10 is vandaag nog niet gevallen. Met 9.925 is het gedeeld brons met Okino. Alles wat daartussen valt betekent voor haar, naar alle waarschijnlijkheid, een bronzen medaille. En ze is zeer zelfverzekerd, de Roemeense.
gymnastische sprongen. Goed tempo. Geen enkel moment van twijfeling. Bontas kan een medaille halen en wil ook een medaille halen. Maar wordt het zilver of wordt het brons? De afsprong nog. Een dubbel salto, perfect tot stand. En een score van 9.975. Het wordt een medaille. Van welke kleur, dat moet nog bepaald worden. En wel bepaald worden door Kim Smeskal. Zal zij foutloos haar volgende oefening doorkomen? Kan dit 15-jarige meisje deze spanning aan? Het 15-jarige meisje dat de laatste jaren is getraind door Marta en Bela Caroli. Bela Caroli, die in 1976 de Roemeense Nadia Comăneci Olympisch kampioen werd. Hij is gespannen. In 1984 Mary Lou Retton, de Amerikaanse turnster, Olympisch kampioen maakte. Maakt hij nu een Amerikaanse turnster voor het eerst in de geschiedenis wereldkampioen? Dat is de vraag. Kim Smeskal op weg naar de eerste acrobatische sprongserie. Opent fantastisch. Met de moegje naar behoeft. En weet het Amerikaanse publiek gelijk te boeien. Ze kunnen mee participeren in haar oefening. Goede muziekkeuze. Goed bij nagedacht, choreografen. 9.875 heeft ze nodig om gelijk te komen met Boviskaya. Met 9.900 of alles wat daarboven zit, wordt ze wereldkampioen. Kijk eens aan, 3 temposaltos op rij. Het houdt niet op. Hard veroveren. En ze is er helemaal in. Wat een overtuiging. Ze doet wat ze op dit moment moet doen. Turnen. Haar oefening in optimale uitvoering laten zien. Slotserie, dubbel salto gehurkt. De Hoosier Dome wordt afgebroken. Slotpose. Perfecte oefening. En de sfeer is er. De sfeer dat Kim Smeskal wereldkampioen wordt. Bela Caroli, hij is super gelukkig. Natuurlijk, welke coach is dat niet? Maar wat wordt haar score? Het publiek wil een Amerikaanse wereldkampioen. Maar dat spreekt voor zich. Marta Caroli, de vrouw van Bela. Ook zij kan haar geluk niet op. Wat gaat er nu in dat kopje om? 15 lentes jong. En we kijken nog even terug naar haar acrobatiek. Temposalto. Ongelooflijk. En de reactie van Bela Caroli naar die eerste acrobatische serie. Hij heeft de Amerikaanse uitbundigheid zich eigen gemaakt. Laatste serie. Dubbel salto. En de felicitaties die komen al. Maar de jury moet nog steeds beslissen. 9.987. Kim Smeskal, de nieuwe wereldkampioene 1991. 2 dagen geleden scoorde ze een 10 bij het paardspringen. En nu wordt ze wereldkampioene. Een 15-jarig meisje uit Houston, Texas, Amerika. De eerste Amerikaanse kampioene. Wat een succes voor het Amerikaanse turnen. De verslagen Svetlana Boginskaya. Ontroond als wereldkampioene. De statistieken in beeld. Wereldkampioene Kim Smeskal. Zilver voor Svetlana Boginskaya.
Brons voor de Roemeense Bontas. Vierde de Amerikaanse Okino, vijfde de Russin Gutsu en zesde de Amerikaanse Miller. Een groot Amerikaans succes. Zevende de Roemeense Milosovici, achtste de haar landgenote Pasca en negende de Chinese Lili. De vraag is nu, wat is de eindklassering van Elvira Bex uit Nijmegen? En ze staat op een 27e plaats. Ze is 9 plekken gestegen. En dus onder meer gepasseerd de Hongaarse kampioene Henriette Onodi, de Spaanse kampioene Eva Rueda en de Italiaanse kampioene Giulia Volpi.